Hoi, en het is super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag heb ik een heel leuk idee wat ik met jullie wil delen. We gaan weer aan de slag met een ondergrond van Oase Bio. Met zo'n mooie natuurlijke ondergrond eronder. En we gaan vandaag weer een mooi nestje maken. Ik heb al verschillende ideeën aan jullie laten zien, maar vandaag gaan we het weer net op een andere manier doen. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis, dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt dan onder de kopje cursuspakketten. Goed, laten we gauw gaan beginnen. Ik heb hier dus een mooie ondergrond. Mooi natuurlijk. Ik werk er graag mee. Helemaal omdat de kleur zo mooi is. En hier gaan we een nestje ommaken. En dat mag je iets naar boven werken, zodat je mooi meewerkt. En aan de onderkant eventueel ook. Je kan het in elkaar vlechten, maar je kan ook even wat ijzerdraad gebruiken. Maar dan weet je dat je ongeveer deze grootte moet aanhouden. En dan vlecht je het zo in elkaar. Je maakt er als het ware een knoopje in. Eventueel de eindtakken kan je ook in het steekschuim steken in de Oase Bio. Dan neem je gelijk die bovenkant ook mooi mee. Dat kan je eventueel ook met de uiteindes doen, maar dat hoeft niet, want die kan je er ook gewoon tussen vlechten. Zoals je kan zien. Ik vind het nu al leuk. Er zit al maar één takje omheen. En doordat die ondergrond zo mooi van kleur is, kleurt dat mooi mee met de takken. Hè? En dat vind ik echt een groot voordeel. En dat mag je er helemaal omheen doen. En zoals ik al zei, kan je eventueel ook, als je het makkelijk vindt, even een ijzerdraadje gebruiken. Dan bind je het gewoon even samen met een klein draadje. Dan heb je iets meer stevigheid. Maar vaak is het wel, hoe minder ijzerdraad, hoe mooier. Omdat je het dan mooi natuurlijk houdt en je geen draadjes ziet. Maar het is net hoe eigenwijs jouw takken ook zijn. Kijk hoe leuk dit lijkt. En ja, het past mooi bij de ondergrond. Dus ik ga de ondergrond ook verder niet wegwerken. Het past mooi bij de natuurlijke kleuren van het nestje. En dan gaan we de bloemen mooi opsteken. Ik ga eerst even een klein beetje mos erbij in doen. Tillandsia. En dan steken we verder op met mooie bloemen. Ik zet het mos en tillandsia vast met een krammetje. Ik kan ze eventueel ook gewoon tussen stoppen. Dan ben je geen krammetje nodig. Je kan natuurlijk in gewenste kleur opmaken, maar jullie zijn gek op de wit-lila paars tinten, dus dat ga ik vandaag doen. Ik steek het weer mooi compact op, een beetje als een klein biedenmeidje in het nestje. Ik zorg dat het middelste punt net iets hoger is, zodat het een mooi bolletje wordt. Thank you.
dan voeg ik er nog een paar kwartuitjes aan toe. Echt voorjaar en Pasen. En ik heb alles heel compact gestoken. Omdat je zult zien dat wanneer de bloemetjes wat indrogen, dat ze ook iets krimpen. Hè? En dan heb je er mooi lang plezier van. Want het is een mooi sterk stukje zo. Zo hebben we een heel luxe bloemstukje gemaakt. Het is een nestje, een beetje een biedermeier erin. Een heel mooi natuurlijk. Standaard waarin het pakket zit zo'n mooi bamboe ondergrondje. En die past er qua kleur en materiaal echt geweldig bij. Kijk hoe mooi. Maar je kan het natuurlijk op elk gewenste ondergrond eigenlijk neerzetten. Denk bijvoorbeeld aan een melamine schaal of de witte plank. Of misschien heb je een mooi dienblad. Er zijn veel dienbladen voorbij gekomen. Er staan ook heel veel los in de webshop. Dus die kan je eventueel ook bij bestellen. Want dit is ook wel echt prachtig. Kijk hoe mooi. Het is gewoon echt een heel luxe bloemstukje geworden. Wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. En dan hoop ik dat jullie dit weer een leuke video vonden. Ik vond hem in ieder geval weer een toppetje. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. En zie je bij de volgende keer weer. Doeg!